Dit is Stronger Each Day, een van de nummers die je kan verwachten als je een concert van Tim Akkerman bezoekt. Dat zal zaterdag 27 januari niet zo zijn, want dan geeft de Haagse zanger in het paard een 3 uur durend optreden met uitsluitend nummers van Bruce Springsteen. Ja, ik ben echt een onwijs fan van Springsteen en de aanleiding van verschillende optredens waar ik ook af en toe een liedje aan hem wijd, kwamen zoveel reacties dat ik dacht van nou, misschien moet ik gewoon eenmalig een keer gewoon 3 uur lang, wat hij dus ook zelf doet, met zijn muziek een avond knallen. De zanger pakt groots uit. Ik speel zelf vast met een vaste band van 4 man, maar daar komen nog 4 mensen bij. Dus ik zit ongeveer met mezelf erbij, ongeveer 9 man op het podium. Dus het is echt een grote band. En ja, de energie die Springsteen meebrengt, dat is wel wat ik vaak van mijn eigen optredens meekrijg. En die energie en de lol en plezier, dat wil ik uiteindelijk gaan overbrengen. Springsteen is al ruim 40 jaar actief. En dus zijn er een hoop nummers om uit te kiezen. Ik heb echt een lijst nu gemaakt van de meeste favorieten vanuit mezelf. Ook rond de band laten gaan van, joh, wat vind jij wat er in de lijst moet komen. En dan kom je bijna aan 7 uur spelen, wat lastig. Dus het is Killing Your Darlings. In het programma Haagse Ochtendradio gaf Tim alvast een voorproefje door het nummer The River te spelen. Wil jij nou ook graag jouw favoriete nummer in het paard horen? Dat kan. Nou, lieve mensen, zoals ik nu heb verteld, ik ga op 27 januari in het paard ga ik een ode brengen aan Springsteen. En ja, ik kan begrijpen, en misschien is het ook wel leuk dat je denkt van, hey, maar ga je dan ook dat liedje spelen? Dus mocht je nou vinden dat de setlist aangevuld mag worden met dat liedje wat jij vindt, wat gespeeld moet worden, laat het even weten via denhaagfm.nl.